Vandaag begin die vijfde Lijdensweek en daarom staan ons ook bij die vijfde kruisboordstom. Drie kort woorden, ek is door. Johannes teken het voor ons op in Johannes 19 vers 28, als hij sê, en hierna het Jezus met die wete dat alles klaar volbring is en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is door. Hierdie drie woorden is woorden wat ons dagelijks gebruik. Maar natuurlijk is het zo dat ons als mensen ook door wordt. Hoeveel keer het ons nie gehoor, ons kinders kom sê vir ons, ek is door. Kinders sê vir ons, ons het minstens 2 liter water per dag nodig om optimaal te kan functioneren, want ons lichamen bestaan uit 70% water. Daarom is water een noodzakelijkheid waar sonder ons nie kan leven. As ons hier aan die kruis hang, en hy uitroep, ek is door, is natuurlijk na een fysische door. Maar ons weet ook dat hij voor ons dikwijls in zijn bediening kom leer het, dat daar ook iets soos een geestelike door is. En dat ons, wat ons ook al probeer doen, hier die geestelike doors nooit sal kan les sonder hom nie. Ja, ons kan water drink om van ons fysische doors geles te word, maar die geestelike doors in ons kan alleenlik hy kom les. En daarom wil hy ook met hierdie woorde vir ons uitnooi om altijd naar hom toe te kom, as ons doors is. Nie net fysisch nie, maar geestelik in die besonder. En dan nooi hy ons uit met 'n tekst soos Johannes 7 vers 37 wat sê, kom naar mij toe en kom kry by my die levende water. En elkeen wat van hierdie levende water drink, sal tot in alle eeuwigheid nooit weer dors word neem. Johannes teken natuurlijk vir ons hierdie woorde op, om vir ons ook te sê dat inderdaad is hy die Messias. Die Messias wat in die Oude Testament voorspel is, is inderdaad Jesus. Want as hy hierso sê, hy het hierdie woorde gesê sodat die skrif vervul kon word, dan verwys hy terug na Psalm 69 vers 22. Waarin daar staan, toe ek dors was, wou hulle vir my asyn gee om te drink. En is inderdaad in Jesus wat hierdie woorde tot vervulling kom. Dit wat in die Oude Testament al geprofeteer is, word in Jesus waar. Jesus het aan die kruis gehang, hy het dors gehad, sodat ek en jy vandag geestelik nooit ooit weer hoef dors te wees nie. Heere, ons wil vir u baie dankie sê, dat ons die voorreg het om te mag weet, die feit dat u aan die kruis uitgeroep het, ek het en ek is door, vir my en vir elkeen wat vanmorgen hierna luister, die versekering gee dat ons geestelik nooit weer dors kan wees nie, of hoef te word nie, omdat ons van die levende water in Christus Jesus kan drink. Maak vir ons dankbaar daarvoor, dat u vir ons aan die kruis gesterf het, zodat ons geestelijk nooit ooit dors hoef te wees nie. Amen.